Mona, wanneer gaat het land weer open? Wilden veel mensen weten. Ja, wanneer gaat het land weer open? Nou, ik ben uh, bezig met een, uh, geweest met een aantal. Uh, Misschien is het handig om even te vertellen dat ja. je ooit bij het CDA zat. Want daar ben je nog steeds ja? wel een manier bij verbonden. Je ja, staatssecretaris geweest. Toen heb je op een gegeven moment een kritisch interview gegeven in de Telegraaf. Toen werd je ontslagen als staatssecretaris. En nu ben je een soort dissident eigenlijk een beetje, toch? Of niet? Uh, ja, nou, als je dat zo wil noemen, vind ik, vind ik dat ik prima. Niet, maar... Wat, waar, ik, waar ik mee bezig geweest ben, ik heb eerst 2,5 maand geprobeerd om er los van te komen. Maar ja. de gekkigheid ging gewoon door. En um, toen uh, ben ik op een gegeven moment gaan reageren op de, de hele vele berichten die ik gehad heb van mensen die uh, zeiden van we zijn het met je eens. Dat heeft nu geleid tot een manifest uh, onverdeeldopen.nl. Ja. Daar uh, kunnen mensen even gaan kijken. En daar uh, zeg ik met honderd nou, ondertekenaars. Rustige, verstandige mensen, zeg ik er maar uh, meteen even bij. Geen wappies, zoals vaak wordt gezegd dan. Uh, precies, gewoon mensen die met mij uh, zeggen van uh, die corona-toegangsbewijzen gaan ons niet helpen. Hm. Um, um, en als je dat ook vindt uh, dat je vindt dat die weg moeten, uh, onderteken dan dat uh, manifest. Dan roepen we met elkaar, uh, de regering en het uh, parlement, op om ermee te stoppen. Want je zegt ook grondrechten worden op deze manier geschonden. Ja, grondrechten. Ze hebben geen vertrouwen meer in de politiek ja, op deze manier. Ja, en dat vind ik dus dat, dat raakt mij. Ik ben een groot gedeelte van mijn werkzame leven heb ik bij de overheid of namens de overheid gewerkt en mensen vertrouwen het niet meer. En dat is gewoon niet goed. Um, ik, weet je, het is heel verstandig om je te laten vaccineren, zeker wanneer je uh, tot de risicogroepen behoort. Uh, maar uh, dat we weten inmiddels ook dat dat niet betekent dat je niet meer besmet kunt worden of dat je een ander niet meer kunt besmetten. Nou, als je dat weet, dan weet je ook dat die corona toegangsbewijzen zeer beperkt effectief zijn. Ja. En als je je dan realiseert dat het ook. Ja, het, zijn, het is een schending van grondrechten. Nou, dat mag soms. Maar dan moet je wel precies weten waarvoor je het doet en of het effectief is. Nou, en dat is hier niet. En het leidt tot zo'n polarisatie. Er is zoveel. Ruzie in verenigingen, in vriendenkringen, in families. Dat ik denk: ja, mensen, laten we dit nu toch niet doen. Nu, nu ook dat Omicron er is, weten we hoe het besmettelijk is. Wij hebben allemaal codes moeten laten zien, maar we kunnen hier elkaar gewoon uh, besmetten. Ja. Gelukkig is uh, het effect, uh, de ziektelast, zoals dat heet, bij de meeste mensen veel lager. Dus laten we gewoon met elkaar weer um, um, op een normale manier leven. Er is veel stuk gemaakt de afgelopen anderhalf jaar en uh, dat onverdeeld open. Die, die zit in het opengaan van de samenleving, maar ook in dat onverdeeld zijn. Er, het is gewoon veel stuk gegaan en wat moeten we met elkaar weer lijmen om gewoon met elkaar weer die Nederlandse samenleving te zijn waar ik in ieder geval heel veel van houd. Ja, kan ik me als je die cijfers ziet nu, dan gaan we daar toch ongeveer wel weer naartoe dalen. Dat hoop dat ik. Zit, daar zitten we toch heel dicht tegenaan? Nou ja, dat, dat hoop ik. Dat mag ja. je ook uh, denken. Maar als je dan ziet hoe vanuit het kabinet vastgehouden wordt aan bijvoorbeeld 2G... Ja. dat is het systeem dat je alleen ergens naar binnen mag... Ja. als je uh, gevaccineerd bent of genezen bent. Hmm. Daar wordt dan trouwens ook eventjes... Hè, binnen een, een hele korte tijd wordt die termijn um, wordt teruggeschroefd... waardoor je dacht dat je veilig was... Uh, namelijk dat je dat, dat vinkje had. Hmm. Dat ben je opeens kwijt. Dat mensen denken: wat gebeurt mij hier nou? Hmm. Uh, dus, en toch wordt daar aan vastgehouden, uh, zowel aan die verminderde deur als aan die corona-toegangsbewijzen. Terwijl we weten inmiddels, er is onderzoek nagedaan gedaan door de TU Delft, dat het zeer beperkt effectief is. Ja, maar wat dus... ik zo raar vind, is dat zeg maar, de, de, wat jij nu zegt, dat, dat leeft bij 85% van de bevolking, denk ik. Wat? die er zo tegenaan kijken? Veel mensen. Um, ik geloof, de laatste enquête die er geweest is... is dat meer dan de helft dat manifest op onverdeeldopen.nl... Ik zeg het nog maar even. Ja, ja vanaf half tien. Ja, dat is het toch? want we ja. zijn aan het opnemen. Dus ja. dan is het al een beetje... Ja, dus, ja. De, dus uh, de, de, teken dat uh, ook, zodat we kunnen laten zien dat we met veel zijn. Maar er zijn ook veel mensen die zeggen... ja, maar dat moet nou eenmaal om veilig open te kunnen. En dan zeg ik, nee, dat, dat is niet waar... Dat is dus onderzocht door die TU Delft. En dat is ook logisch, hè. Want um, de regering zegt nu tegen mensen, laat je boosten. Hmm. Nou, waarom moet je je laten boosten? Omdat nu eenmaal de bescherming van vaccins door de tijd heen wat minder wordt. We weten dat je ook een ander kunt uh, besmetten. Dus um, we weten ook dat in die zin um, vaccineren niet de oplossing was... die we in het begin hoopten. Dachten we wel. Dat dachten ja. we wel. Maar niet voor deze varianten, dat is duidelijk. Alleen als je naar Rutte luistert, die, die werkt niet echt de indruk... dat die wel snel zal versoepelen. Nee, dat doen we echt op, uh, op 15 februari. Uh, de de uh, prognoses zijn natuurlijk uh, een ser stuk serieuzer. En die zijn ook voorzien voor later in februari. Waarbij het kan oplopen tot uh, toch een heel behoorlijk aantal uh, bedbezettingen in de ziekenhuizen. Dus we zullen echt ook volgende week moeten kijken hoe het zich ontwikkelt. Maar uh, natuurlijk, ik hoop van harte, we allemaal denk ik, dat als het erg meevalt, dat je uh, 15 februari positief nieuws hebt. Maar daar kan ik nu nog niets over voorspellen. Nee, dat dat is volgende wel week heel belangrijk dan. voor. Heel toeschietelijk lijkt het niet, als je dit zo hoort. Nee, en, en weet je, tegelijkertijd... hij staat natuurlijk daar als uh, voorzitter van de, van de ministerraad. Dat mm. is hij natuurlijk ook. En de ministerraad moet dat besluit nemen. Dus dat snap ik helemaal. Maar wat echt wel eens nodig is... is dat de hoeveelheid besmettingen die wij elke dag op tv zien... losgekoppeld gaan worden van wat er in ziekenhuizen gebeurt. Ja. Um, we weten ook wie er in ziekenhuizen liggen. Dat zijn ouderen, mensen met overgewicht, mensen met onderliggende ziektes. Jongeren, die hebben... Uitzonderingen dagen laten, Niets te vrezen. Bijna niets te vrezen hiervan. En ondertussen hebben ze heel veel last van alles. Maar ze hebben de echt. Als je, als je kijkt. Er zijn, er zijn onderzoeken nagedaan... Uh, wat al die maatregelen voor jongeren betekenen. Dat is echt niet mis. En dat 2G-systeem. Uh, maar ook trouwens 3G. die raken vooral jongeren. Het beperkt ook de vooral... ouderen zoals Johan toch? En Dick? <coughs> ah, niet. Nou, dat. Ik, nee. Dat denk Weet je, het, het, als je kijkt. Uh, hoe ouder mensen zijn. hoe hoger de vaccinatiegraad uh, is. is. Um, jonge mensen die. Uitzonderingen daar gelaten hebben niet veel te vrezen van een Covid-besmetting. Dat weten we al een hele tijd. Dus daar hakt die beperking van. Nou, we gaan even gezellig ergens koffie drinken of we gaan gezellig even naar een concert. Oh, wacht even, dan moeten we een code. Hij gaan even praten over zijn zoon. Veel die in. Zit in een soort